Tof, jongens. En hadden we toffe jongens zijn en willen we wezen. En daarom komen wij, ja daarom komen wij. En hadden we toffe jongens zijn en willen we wezen. En daarom komen wij. Oh, bedankt voor de uitnodiging dat ik hier in jullie midden mag zijn. En ook al die mensen die van verre naar Barneveld zijn gekomen, hartelijk welkom in onze prachtige gemeente Barneveld. Allereerst wil ik een oude vijfde feliciteren met haar 30-jarige verjaardag. En wat zeggen we dan? Hip hip hoera! Hoera! Hip hip hoera! En dan nog een keer hip hip hoera! Hoera! Heren scheidsrechters, u kunt beginnen. Wij moeten volgende week besluiten. Ja, nou dat hebben we niet. En je kunt alleen maar winnen als je helaas ook verliezen hebt. En die hebben we vandaag. Maar ja, wat is verliezen met dit mooie weer, met zo'n sportief toernooi? Want ik moet jullie allemaal een heel erg compliment voor geven. Voor sportiviteit, maar ook voor inzet. Mee hebben gedaan, VVOG uit Harderwijk. Kan iemand namens VVOG naar voren komen? Als het maar kort is. Niet de finales, maar VV Barneveld, zeer het eerste en tweede. Jongens, van harte gefeliciteerd. Oh, rest mij van schrok. Kampioen, de kampioen, ole, ole, ole. Gelijkwaardige tegenstander, stap 2-2 gelijk. Het is Marwan naar sprinten. Het is een doelpunt! Doelpunt van Ajax! Oh, hij zit erin, maar aan de andere kant. Dit is waarom ga je niet daar zitten? Daar kun je. Alsjeblieft, 1 minuut stil.
Het ging niet mooi niet afspelen. Welkom bij TV5. Ik sta hier met de coach van het oude vijfde, Wim Blokland. We hebben de wedstrijd ervaren. Ja, hartstikke leuk. Goed dat Ajax iets beter was van tevoren. Dit natuurlijk. Maar nog even een leuke dag gehad. Ja, de organisatie van het hele aardig plek had ook dankzij het corneer wat gehaald. En dat is natuurlijk een belangrijk factor bij deze. En ik moet zeggen dat het Nederland slaagde met een driepotje. Ja, alsjeblieft. Welkom. Ik sta hier met de heer Muren. Nee! Grandioze dag. Vanmorgen is het wegbrengen van Bobby Huisman voor de toekomst. En nou, dit dankbare gebeuren voor de G-teams. En als ik zie wat er opgeleverd heeft. Een prachtige mooie bus. Met voor 15 personen. Voor alle soorten van sporten. Voor de G-spelletjes. Dan denk ik, ja, dat hebben we toch wel zin gehad vandaag. Vond je wel de tegenstander? Ja, heel leuk. We hebben een beetje ingehouden gespeeld. Maar we spelen vaak tegen tweede of eerste klasses. Je speelt een klein beetje ingehouden, maar dan nog. Ik zag ze toch na de rest een keer op 3-4 alleen op de keeper afgaan. En dat, daar hadden ze zoveel plezier in. En ze komen allemaal ons feliciteren die week aan. Grandioos. Wordt allemaal geslaagd. Totaal, het weer heeft meegewerkt. En het doel waar het voor ging. Dat is fantastisch. Dank u wel. Alsjeblieft. En laten we toffe jongens zijn en willen we feesten. En daarom komen wij, ja daarom komen wij. En laten we toffe jongens zijn en willen we feesten. En daarom komen wij overal, overal, overal. Waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Overal, overal.